Grisha Niemann, hoe moeilijk was de rekensom vanochtend om Eduardo Affini in de rode trui te krijgen? Ja, de rekensom was eigenlijk niet zo moeilijk als we zeggen dat Mike in de remmen knijpt of in ieder geval niet meesprint en zich uit laat zakken in de laatste kilometer. Dan was dat wel mogelijk. Dit was ons plan, dit wilden we graag. Alleen, we moeten natuurlijk vooral zorgen dat Primoz veilig is. Volgens mij hebben die jongens dat geweldig goed gedaan vandaag. De hele dag op eerste rij, op kop of van voor in ieder geval. En dan is het ook nog gelukt dat Eduardo de trui mag overpakken. Dat is gewoon heel mooi. Eduardo is een van de stille krachten binnen jullie ploeg. Wat kun je mij over hem vertellen en ook het publiek? Wat weten wij nog niet van hem wat jullie vinden dat de wereld wel moet weten? Dat hij een Nederlandse vriendin heeft bijvoorbeeld. Dat hij best wel een klein beetje Nederlands spreekt. Hij is gewoon een onwijs grote motor op het vlakke vooral. Maar hij was een van de motoren samen met Rowan of in de ploegentijdrit. Daarom dat hij deze trui ook echt heeft verdiend. Hij heeft hem zelf gehaald, zou ik bijna zeggen. Hij doet altijd zijn best voor de ploeg en voor zijn kopman. En daarom verdient hij dit ook echt. Het publiek stond weer rijen dik vandaag. Maar de Nederlandse wat kleinere wedstrijden hebben het lastig. Jij komt ook uit dit circuit, uit het development circuit. Hoe kijk je daarna? Want met al dat publiek moet dat toch ook weer de goede kant op gaan? Ja, dat is te hopen. In ieder geval was ik heel erg verbaasd over hoezeer de Vuelta in Nederland leeft. Super, super mooi. En hopelijk geeft het een boost voor ook andere wedstrijden in Nederland. Want zonder kinderen, jeugdrenners die ook de droom hebben om prof te willen worden en kunnen koersen, ga je ook geen profs hebben. Dat is natuurlijk wel het A&O, dat je ook renners hebt uit je eigen land, zoals nu met Robert en met Mike, die wel het mooie weer kunnen maken. Tot slot, Grisha. De rit in het Baskenland van dinsdag. Verwacht je daar meteen een strijd tussen de klassementsrenners? Nou, in ieder geval een sprint tussen de klassementsrenners, als het een sprint wordt. Maar ja, we gaan het zien. Dankjewel.